Kijken naar een gloednieuwe vlog van Christian Hovi en natuurlijk niet te vergeten de dieren van het platteland. Nou, vandaag gaan we het hebben over een hele speciale vogelsoort, namelijk de trekvogels. We hadden de vorige keer een hele mooie trekvogelsoort in beeld, zoals we weten natuurlijk, de smint. Een kleine eendensoort die natuurlijk veel rondtrekt. De smint is natuurlijk in deze tijd van het jaar veel te zien en dat komt natuurlijk omdat het een trekvogel is. Maar er is natuurlijk ook nog een hele andere mooie trekvogelsoort. Een wat groter en wat steviger, namelijk ganzen. En hier achter me heb ik een prachtig mooi veld vol met brandganzen. De brandgans is een wat kleinere ganzensoort, wat kleiner dan de grauwe gans. Het is een ganzensoort dat veel voorkomt hier in de winter. In kleine groepjes, maar ook in hele grote groepen zoals we hier kunnen zien. Wat nou zo bijzonder is aan de brandgans is natuurlijk de kleur, vind ik heel mooi. Wit, zwart, grijs, hele mooie kleurtjes. En het zijn er gewoon heel veel, jongens. Echt gewoon, moet je kijken. En heel vet vol met de brandganzen. Prachtig mooi cadeautje van Sinterklaas. En ze zijn gewoon mooi. Fantastische mooie vogelsoort, jongens. Dit natuurlijk ook opletten op de auto's, want we hebben natuurlijk heel lang over gedaan om deze mooie zijde natuurlijk te krijgen. En ik heb gelukkig altijd een cameravrouw bij me, maar goed. In het jaargetijde, een beetje rond de winter, rond de herfst, een beetje aan het einde van de herfst, komen er heel veel bepaalde vogelsoorten. Met name de brandganzen. En we moeten weer stoppen, want er komt de auto aan. Zo, even lekker zitten jongens, even pauzeren op een mooi prachtig bankje op het platteland. Het is natuurlijk heel leuk, het geeft mij rust als ik even op het platteland ben. Ik kom al sinds een klein jochie, kom ik al heel vaak een bepaalde delen van Nederland op het platteland. En dat woord heb ik al iets te vaak gezegd. Maar het leuke is jongens, er leven zoveel bepaalde diersoorten. Je hebt zoogdieren, amfibieën, zelfs reptielen zoals de ringslang vind je ook op het platteland. Die is trouwens ook al in aantocht. De ringslang is natuurlijk het grootste reptiel van heel Nederland. En wat blijkt nou? Hij blijkt dus ook al in de West-Frieslandse polders te zitten. We zijn eigenlijk al een klein beetje daar. En er zijn natuurlijk broedhopen aangelegd, want de ringslang die legt zijn eitjes namelijk in broedhopen. En dat moet je natuurlijk onder broedhopen moet je verstaan. Dus de riet gewoon opgezadeld hooi, riet, ja, plantaardige resten. Dit is natuurlijk oud dood riet. En wat er gebeurt is natuurlijk veel van de zomer wordt er veel gemaaid. Dat stapelt ze op, natuurlijk. En daar legt de ringslang natuurlijk haar eitjes in, de vrouwtje natuurlijk. We leggen natuurlijk die broedhopen aan.
En daar komt de ringslang op af. En er zijn in de krant stonden altijd ongeveer bijna 51 jonge ringslangetjes uit zijn gekomen op een bepaalde plek. En het zullen er meer worden. Dus schrik niet straks als je natuurlijk een hele grote slang opeens in je tuin ziet als je aan het water staat. Natuurlijk wel als het goed habitat is. En zo is dus de ringslang is hier een beetje naartoe gekomen. Maar er zijn gewoon prachtige mooie, het is een prachtig mooi landschap. Met een grote lengte van meer bijna 1,50 meter is de ringslang echt het grootste reptiel van heel Nederland. Maar ondanks dat de ringslang zo groot kan worden, vermijdt hij liever contact met mensen. En zodra hij te dicht bij hem in de buurt komt, glipt hij liever weg dan dat hij je aanvalt. Slangen zullen je alleen aanvallen als je ze in het nauw drijft. De ringslang is een echte waterslang. En dat moet hij wel, want zijn prooi leeft ook in het water. Ringslangen eten kikkers, visjes en salamanders. Hun lievelingsprooi. En het bijzondere is dat hij ze levend opeet. Maar het is ook een zeer grote, intelligente slang. Stel je voor, hij komt een pad tegen die zich helemaal opblaast. Dan kan hij hem niet van voren pakken. Maar dat pakt hij van. Zoals we weten jongens, een beetje aan het einde van de herfst komen er heel veel vogelsoorten vanuit het zuiden even hier naartoe om natuurlijk een tussenstop te maken. Want zij hebben namelijk nog een hele lange reis te gaan. Het is gewoon een prachtig mooi gezicht. Onder de trekvogels vallen voornamelijk heel veel vogels zoals ganzen, eenden en andere diersoorten. Maar niet alleen ganzen, namelijk ook kraanvogels. En we hebben het wel eens een paar keer gehad dat er in ons land hier natuurlijk kraanvogels landen. En dat is natuurlijk gewoon een heel prachtig mooi gezicht. Nou, als je natuurlijk kan kijken, is de brandgans een veel voorkomende wintergast hier. Je zult hem ook heel vaak zien. Maar er zitten natuurlijk niet alleen brandganzen op het veld. Wat we ook net zagen is natuurlijk krakeenden, smienten en achter de cameravrouw zijn er wat zwanen aan de gang. Alleen zwanen zijn officieel geen trekvogels. Want je ziet natuurlijk gewoon bijna de hele winter, het hele jaar door hier. Wat ik ook zie jongens, er zitten niet alleen brandganzen, er zit natuurlijk ook een hele mooie andere ganzensoort hier. Namelijk de Canadese gans. De Canadese gans, zoals je de naam natuurlijk hoort, komt oorspronkelijk uit Canada. En het is dus een veel voorkomende wintergans hier in ons land. De brandgans en de Canadese gans zitten natuurlijk in de vleugels en een beetje in de kleuren. De Canadese gans is iets meer, heeft een meer wat bruiniger lichaam, bruine vleugels en heeft natuurlijk ook een beetje wit bij zijn kop. De brandgans die is wat meer, die heeft wat meer wit, wat meer zwart, wat meer, zoals ik natuurlijk zeg, wat meer kleuren. En bij de Canadese gans is het natuurlijk gewoon heel anders. Dus het is gewoon buiten gewoon een prachtige mooie trekvogel. Hele mooie trekvogel ook. Ze komen hier ook gewoon heel veel voor. En het wisselt natuurlijk af of er natuurlijk genoeg gras is of niet. En in dit geval is er genoeg gras. Natuurlijk is het eigenlijk ook gewoon heel bijzonder dat we op dit moment dit soort vogels nog gewoon in de winter zien. Want normaal trekken de ganzen gewoon weg. Maar omdat de winters in Nederland steeds zachter worden, dan kan je het eigenlijk ook niet meer echt winter noemen, blijven de bepaalde vogels, zoals deze ganzen, blijven gewoon in Nederland.